Ja, lieve vrienden, het is weer zondag, ja, het is de 20ste vandaag, het is 9:10, ik ga straks naar de kerk, en als ik uit de kerk weer terugkom, dan is mijn broertje er, ja, nou ja, broertje, ik ben een beetje gezet. Maar hij is nog veel meer, hoor. Ja. Ik mag niet met hem vloggen, want dat wil hij niet. Hij is niet van het vloggen. Hij houdt dat totaal niet van. Hij heeft wel geprobeerd, maar dat is niks voor hem, zegt hij. Nou ja, oké. Okay. Ieder zijn ding. Iedereen zijn waarde. En ik respecteer dat. Dus ja, vandaag wordt er denk ik niet zo al te veel gevlogd. En de tweede, hij komt ook voor iets anders. Hij wil wat leren, wat ik heel goed kan. En dat is plaatjes maken. Dus hij neemt zijn laptop mee, dus we zijn ook aan het werk. En voor de rest zal het wel goed komen. Ja, het is nou 9:10 alweer. 9:11 zegt hij. Die klok die zegt 9:10, ik weet het niet eens. Ja, 9:11. Oké. Okay. Nou ja, het is maar een minuut. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. Mijn hondje ligt hier in de deuropening. Ik heb de deur open. Mijn prinsesje loopt ook naar buiten, maar er zit geen water in die bak. Nee. De bak moet even omgespoeld worden en weer gedaan. Hi, meisje. Hi. Zij komt niet verder dan naar de tuin. Ze zal ook niet klimmen of springen over de schutting heen. Zij blijft hier. Ja, ze komt absoluut niet verder. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en een gezegende zondag verder allemaal. Toegewenst vanaf mijn kant en de beestenboel. Dus ik zou zeggen, ook nog welkom bij ons. Hè? Ja, welkom bij Corine en de beestenboel. Dat. Die ga maar in ieder geval. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei.
Zo, lieve vrienden. Ja, die zit te eten, maar die haalt het lekker eruit en de rest laat meneer weer staan. Ja, had ze al wat naast gegooid. Zij mag er niet aankomen, want dan wordt hij kwaad. Ja, en mijn liefhebbende broer, die is alweer terug richting Friesland. Die is nog maar net 5 minuten weg. Ha, hij komt denk ik te laat thuis, want hij moest tussen 6 en 7 weer thuis zijn. Want ze kregen vanavond een visite. Ah, lekker dus. Geweldig. Maar ik heb zo wat leuks gekregen van mijn broer en natuurlijk ook zijn vrouw, mijn schoonzus. En dat is zo leuk. Zo leuk. Dat is voor meisjes. Ja. Is toch leuk? Dat ik weet even nog niet waar ik het moet hangen. Het hangt daar eigenlijk verkeerd. Maar dan kunnen meisjes hun nest in maken. Nou, ik vind het zo lief, zo pittig. Ja, echt wel. Ik ben er blij mee. Enkel, ja, het is niet waterdicht, dus dat vind ik eigenlijk wel weer jammer. Maar wat doe je eraan? Ik vind hem leuk gemaakt, simpel. En nou wachten tot er de koolmeisjes komen. Maar ja, het hangt ook maar aan een simpel touwtje. Dus als het gaat regenen, moet ik hem toch maar binnenhalen, denk ik. Ja, en deze bak die staat er mooi bij. Die is mooi. Wat is er mijn kerel? Ja, dat is vrouwtje de jurk, hè? Ja. Wat is er dan? Hè? Wat is er dan? Knorrenpadje. Ja, nou, die doet het goed. Die doet het goed. Mijn aardbeestjes. Zoals ik ze benoem. Ja, zitten bloemetjes in. Nou is nog steeds wachten. Ik kan er aan meegaan. Normaal gesproken wel. Ja. En de rest doet het ook wel leuk. En deze doet het leuk. En deze, ja, die begint alweer. Kijk. Ik kan nog niet eruit. Ze zijn nog niet allemaal opgedroogd. Nou, en die doet ook goed, hè. Zoals jullie zien, die moet ook weer een stukje hulp hebben naar boven toe. Ja, die moet hier weer omheen en dan weer daar omheen. Ik zie wel hoe woest en wat is het. Maar oké, er komt wel. Ik ga naar binnen, want het is niet echt warm te noemen. Nee. Ga je mee naar binnen of blijf jij buiten? Ga je mee? Ga je mee? Nou, kom maar. Doe die van de haak. Kom dan. Ga je mee? Kom dan. Komt u maar. Komt u maar. Goed zo. Zo. Alles is binnen. Ja, nou dan kan de deur weer een stukje dicht. Ja! Een mevrouw? Wat? De deur gaat een stukje dicht. Gaat u tegen de blok aan? Zo. Tegen de blok. Kunnen jullie er doorheen? Simpel. Ja, lieve vrienden, dat. Ik ga zo. Eventjes helemaal niks doen. Ik ga even een bakje koffie maken. Want het was weer een gezellige, leuke, drukke. Geëmotioneerde middag. Ja. Ook met een lach en met een traan. Ik heb geprobeerd hem plaatjes te leren maken. Maar ja. Dat programma moet hij eerst even zodanig in elkaar gaan zetten. Dat is iets wat ik weer niet kan. Want dat had mijn man toen voor me gedaan. Ja. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. En ja. We zullen het beleven. Hij zal dat van de week zelf eventjes verder doen. Ik heb het wel op mijn pc laten zien hoe ik dat deed. En dat vond hij hartstikke mooi. Ja. We zijn niet aan de patat toegekomen. We zijn niet aan de doppetjes met worteltjes toegekomen. En ook niet aan de speklappie. Nee, dat kon niet. Er was geen tijd meer voor. Dus ja, ook maar soep. Ja, soep van de dag zeggen we dan maar. Dat, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Doe wat jullie doen moeten of willen of weet ik veel wat.
geniet ervan. En ik zeg voor later welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen gezond op en tot aan de andere kant van de nacht. En een fijne tweede Pinksterdag. Doeg!